Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups and Down. Ik heb net even een boterhammetje achter me kiezen. Ik heb voor de kindjes fruit. En ik heb Jordi naar school gebracht. Ja, dat is het eigenlijk wat ik wil melden. Vandaag ga ik gewoon lekker rustig aan doen. Ik ben moe. Ik heb op zich vrij goed geslapen hoor. Maar toen ik eenmaal lag te slapen, ik weet niet hoe laat dat was, maar ja, geest. Dus dat, we doen gewoon rustig aan vandaag. Ik heb boven gepoetst, ik heb gisteravond beneden gepoetst nog. Dus, maar was er dus zover bij. Ik vind het wel gescheten voor vandaag. We doen het zo rustig mogelijk. Zo, nou ik zie er lekker uit. Ik was bezig hier. Ik ben eventjes de aankleedtafel zittend aan doen van jullie. Want ik heb hier puzzels staan. En die puzzels zijn straks allemaal eruit gegooid. Dus het staat hier helemaal door de war. Dus ja, ben aan puzzelen. Ja, moet ook gebeuren hè. Nee, ik ben ze gewoon even aan het zorgen dat alles weer... up-to-date is en dat het weer allemaal geregeld is, zeg maar. Zodat als er morgen een puzzel wordt gepakt, dat ze die gewoon kunnen pakken, ja. Dus dat. We hebben straks Jordi opgehaald. Maar Liam is vandaag de hele dag thuis geweest. En ja, ik ga niet met jullie liegen. Hij kost gewoon enorm veel energie. Dus ja... Daar ben ik eigenlijk grotendeels mee bezig geweest. En Liam heeft momenteel heel erg dat hij op alle vlakken stuitert. Dus dat. Ja, dus het hele ding is, ben je aan het koken? Ben je ergens mee bezig? Of wat dan ook. Er staat continu een kind of rond je heen te rennen. Of op je nek te springen. Of... aan je been te hangen, want hij heeft tegenwoordig ook in de gaten dat als hij op mijn voet gaat zitten en mijn been vasthoudt, dat mama niks kan. Dus ja, dat. Dat heeft hij dus ook al in de gaten. Dus ja, deze gekke moeder die staat dan ook te vloeken en te doen. Ik heb hier ook altijd wat extra kleding voor Jordi liggen. Dus dat. Niels die is eventjes statiegeldblikjes wegbrengen. Want die hadden we op een gegeven moment ook heel veel. En dat is op een gegeven moment ook wel een keer klaar, zeg maar. Dat. Dus ja, ik ben eigenlijk continu bezig geweest. Oh, ik heb wel iets grappigs. Ik heb dit toen bij Shine of Ali besteld. Zeg maar om je veters te doen en om bepaalde dingetjes los te krijgen, et cetera. Knoopjes los te krijgen om dat te oefenen. Heb ik al eventjes hoor. Maar dit doe ik met Liam tussendoor. Doe ik dit oefenen. De dingen die hij kan dan zeg maar. Wat binnen zijn bereik ligt. Laten we dat even wel voorop stellen. Maar goed. Nou ja. Hè, dat. En als Liam thuis is. Maakt het gewoon. Ja. Op dit moment heel lastig om te filmen. Maar dat hij eerst nog wel eens. Een keer een filmpje ging kijken. En dat hij lekker rustig op de bank zat. Of wat dan ook. Nou, dat wordt eigenlijk steeds minder. En waarom? Omdat hij gewoon steeds meer in de gaten krijgt. Maar wat hij kan. En dat is helemaal prima. En dat mag ook gewoon. Dus ik moet hem eigenlijk, zeg maar, in die zin een soort van... Nou, scherp houden wil ik het niet zeggen. Ook niet bezighouden. Zo wil ik het ook niet noemen. Maar wel gewoon dat hij in de gaten heeft. Dat hij... Ja... bezig is. Maar dat. Ik denk dat ik zoiets bedoel. Ik weet eigenlijk niet wat ik bedoel. Ik ben gewoon de hele tijd bezig met het kind. En dat is niet erg. Dat is helemaal prima. Daar heb ik ook echt wel vrede mee. Maar dat betekent wel dat het op sommige momenten gewoon heel lastig is. En dan kan ik mijn hoofd er ook niet bij zetten. En dan moet ik heel erg veel nadenken om wat wil ik zeggen. Nadenken, nadenken, nadenken. En
Ja, dat is best wel lastig af en toe. Nou, dat. Dus sowieso op maandag zal ik niet... Ja, ik vlog wel, maar ik zal niet enorm veel vloggen. Want ja, dat lukt gewoon niet. Een hele goede morgen. Zeg maar goeiemorgen. Goeiemorgen. Liam en Jordi die zijn al naar school. Wij zijn naar de winkel geweest. Gewoon even voor brood en dat soort dingen. En verder zijn wij gewoon samen lekker thuis. Een schatje. En we hebben al geknuffeld, hij heeft al gegeten, hij heeft de smoothie gehad, hij heeft van alles al gehad. Dus, dat. Fascinerend hoe dat in zijn wereld allemaal werkt. Fascinerend. We zijn weer thuis. Liam die heeft frietjes, chips. Hier is hij dik op lekker aan het drinken. Want mijn zoon is een enorme boemba. En zijn die ligt slapen. Dus dat. Dus we zijn bijna compleet vandaag weer. Een hele goede morgen. Ik heb iedereen naar school gebracht. Daarna ben ik gelijk... Nee, ik moest eerst naar huis trouwens. Ik ben eerst naar huis gegaan. Want ik ben ongesteld. Yay! En dan kan ik gewoon niet, zeg maar, daarna gelijk door naar de winkel. Want dan lekt de boel weer door. Yes! De boel lekt dan weer door. Maar goed, ik ben bij de... Lidl geweest. Ik ben bij de Jumbo geweest. Ik had van de week al heel veel boodschappen. Maar morgen komen mijn ouders. Dus ik dacht, ja, dan moet ik even wat extra halen. Dus dat heb ik gedaan. En wat zag ik toen? 25 februari is Liam jarig. 9 maart is Sam jarig. Nou hebben we voor Liam hebben we een cadeau voor buiten bedacht. Dus... mijn ouders die doen daarin mee, zodat het gewoon een mooi cadeau kan worden. Voor Sam weten we nog niet helemaal precies. Maar, ja, en mijn cadeautjes boven, dat is ook allemaal wel een beetje op en raken. Dus ik zeg tegen Niels, ik zeg, vind je het goed als ik dat haal? Want dan, hè, en mocht ik dan zoiets hebben van, hè, dit kan ook nog voor de verjaardag, dan kan dat ook altijd. Ik heb een portable cardboard case, een fire station. Ik vind het leuk. Om mee te nemen. En een farm play case. Die heb ik ook gevonden. En ik heb een speeltunnel. Ja, dan ga je denken bij je eigen Mandy. Waarom een speeltunnel? Ja, mijn ADHD kind vindt dat helemaal geweldig. Dus ja, ik denk laat ik er 2 meenemen. Als er 1 kapot is, dan heb ik al de reserve. Die krijgen ze nu vandaag nog niet hoor. Die krijgen ze pas op het moment dat wij vinden dat het nodig is. Of met hun verjaardag of wat dan ook. En ze hadden daar ook allemaal houten dingetjes. Puzzels, et cetera. Dus ja, dat had ik bedacht. Dus ja, top. Oppie, toppie, toppie. Zo doen we het. Oh, en de drukte die je nu ervaart bij mij, dat komt omdat ik net in de winkel heel rustig moest zijn. Want ja, ik kan niet zo goed tegen, ja, gewoon tegen drukte. Daar word ik heel rustig van. En dan komt er nu een uitbarsting. Ja, we weten allemaal dat Liam het niet van een vreemde heeft, toch? Nou, ik heb Jordi, Liam, Sam opgehaald van school. Toen ben ik dus op pas gekomen. Toen ben ik met Jordi naar de fysio geweest. Die heeft, de oppas die heeft bij Liam en Sam gezeten. Op dit moment. Dus Liam rondjes om me heen aan het lopen. Want hij heeft vandaag school gehad. En
Ja, je moet het eigenlijk zo zien dat het zijn uitlaatklep momenteel eventjes om te etteren. Hij is moe, overprikkeld, ja, van alles en nog wat. Dus hij is nu eigenlijk een beetje zijn ontprikkeling aan het doen bij mij. Daarom beweeg ik ook zo. Want hij is echt rond mij heen aan het lopen. Niels is onderweg naar huis. Het is nu 7:30. Ik wacht nog heel even af hoe dat de kinderen doen. Maar die hebben niet geslapen en ze zijn hartstikke moe. Dus anders gaan ze dadelijk al naar bed. Maar ik wil eigenlijk het liefste gewoon dat Niels erbij is. Zodat ze papa even gezien hebben. Dus dat. Ja, ze hebben gegeten. Alles gehad. Bam. Wat? Bam. Wat is er? Bam. Bam. Waar? Bam. Dat is Takkie. Dat is bank. Goed zo, bank. Mama had hem even niet door. Takkie knuffelen. Kijk uit voor je tenen. Oh, doe je Takkie kusjes. Dus dat. Dat is eigenlijk wat er nu is. Jordi heeft gegeten. Dus dat. Takkie. Niemand wil Takkie's kont zien, hè? Dit is Takkie's kont. Takkie's kont. We moeten de andere kant van Takkie kijken. Het is Takkie's staart en kont. Zo. Zo. Ja, ben je nou weer een beetje uitgeraasd? Hij was net ook heel boos op mama. Waf, waf. Hi Sam. Sam is er ook bij. Mami. Ja. Sam is ook heel moe, hè? Ja. Dus ja, dat. We gaan nog lekker even bank hangen en knuffelen en tijd aan elkaar besteden. En dan kijken of dat ze het volhouden tot op papa thuis is. Papa die is ongeveer om 7:05 thuis. Dus dat. Wat is er? Een hele goede morgen. Zeg je? Ja. Goeiemorgen. Goedemorgen. We hebben Jordi al naar school gebracht. Ja. En vandaag zijn deze ratjes thuis. Lekkere stukjes van me. En vanmiddag komen mijn ouders op bezoek. En mijn moeder die doet onze carnavalsjasjes nog eventjes een nieuw embleem op. Want elk jaar is er een nieuw embleem bij Oeteldonk. En dat is dit jaar deze. En die doet ze er nog opmaken bij Niels, bij mij, bij de kinderen. En dan morgen mogen jullie carnaval vieren op school. Oh, ja, carnaval. Ja. Ik had het wat koud, dus ik heb een trui aan gedaan en een andere broek die wat warmer zit. Maar mijn kinderen daarentegen, die hebben het weer heet. Nou had ik zoiets van, ik vind het toch wel fris om alleen met een onderbroek te doen. Dus ik heb ze aangesmeerd, zo'n badcapuchon ding, zo'n ding, weet ik het, waar je kan dragen, zeg maar. Dus daar heb ik ze aangesmeerd, daar wilden ze wel aan, dus dat is wel helemaal goed. Mijn ouders zijn onderweg, dus die blijven dadelijk even bij Liam en Sam. En dan kan ik Jordi even halen. Nou, we zijn lekker aan het eten. Kinderen hebben iets anders dan wat wij eten. Dit is sambal goreng boontjes. Smoor jawa. Sambal goreng telor. Babi ketchup. En dit is zoetzure komkommer. En dan hebben we natuurlijk nog wat andere dingetjes erbij. We zijn lekker aan het eten. Lekker, hè? Heerlijk. Niels, ben je ervan? Lekker. Ja, mooi. Hallo. Hoi. Mijn ouders zijn inmiddels alweer thuis. De kindjes liggen op bed. En Niels, wat ben ik aan het doen? Aan het zeveren. Ja, ben ik aan het zeveren. Maar goed. Ben ik aan het doen? Ik ben de trommels van de kinderen aan het maken. Want morgen gaan er weer een aantal naar school. Hij niet.
Hij gaat niet naar school. Hij gaat gewoon werken. Centjes verdienen. Maar goed. Ja. Dat betekent dus dat ik dus voor 3 kinderen fruit moet maken. Ik heb nog wat watermeloen. Ik heb 3 kinderen met alle 3 een eigenzinnige smaak. Dus ja, ik heb van alles hier staan en hier liggen. Dus ik ga het even maken en dan laat ik jullie zien wat het geworden is. Nou, het is klaar. Dit is die van Sam. Er zit een mandarijntje en aardbeidjes, framboosjes en druifjes. Dit is die van Liam. Liam heeft ook altijd een prikkertje in. Vindt hij geweldig. Watermeloentje. Peer. En ja, daar zit citroen overheen. Er zitten druifjes in. En wat mango. Dit is voor Liam. En dan hebben we Jordi. Onderin zit wat watermeloen, mango, framboosjes en aardbeidjes. Het hele ding is ook, ik heb 3 kinderen. 3 verschillende kinderen. In wat ze lussen enzovoorts. En wat ik terug zie komen, et cetera. Kijk, bij Liam is het gewoon zo. Watermeloen eet hij vrijwel altijd. Dus dat is altijd goed. De ene keer eet hij wel peer, de andere keer eet hij niet peer. Maar er zit genoeg in. Wat in principe, zeg maar, voor fruit. Wat voldoende is voor hem, zeg maar. Sam, die eet eigenlijk alles wel wat daarin zit. Ik probeer het gewoon een beetje zo te houden dat ik weet van oké, dit vinden ze nu lekker, dus dan krijgen ze dat mee. Dus daar probeer ik altijd naar te kijken. Jordi, ja, in principe is bij Jordi altijd alles geschild. En niet te harde fruit. Dus thuis kan ik hem wel peer geven. Meestal krijgt hij die dingen altijd thuis. Maar op school is dat toch vrij lastig, omdat hij daar volledig geconcentreerd moet zijn. En dat is bij Jordi altijd wel een dingetje. Dus dat, ja, vandaar dat ik maak wat ik maak voor Jordi. En daar zijn ze op school ook mee eens, want ze hebben ook de ervaring dat ze tegen me zeiden van, ja, misschien appel of zo. En dan gaf ik appel mee. Ja, doe maar geen appel meer. Weet je wel, dat soort dingen. Er kan ook nog wel eens kiwi in zitten. Niks met vliesjes, zoals mandarijn bijvoorbeeld, dat kan niet. Banaan kan hij ook niet eten. Ik geef dat ook liever niet mee naar school. Banaan, want dat verkleurt zo erg. Dus vandaar. Ik ga eventjes deksels hierop doen. En zorgen dat ik met de broodtrommels aan de slag ga. Ik heb Jordi zijn broodtrommel al klaar. Ik ga het jullie even laten zien. Bij Jordi kan ik gewoonweg niet zo gek doen. Jordi heeft gewoon nu pindakaas met boter op zijn brood. En als extra, als hij zijn fruit of wat dan ook niet wil eten, heeft hij een krentenbolletje. De reden dat ik het bij Jordi gewoonweg niet zo gek kan maken, is dat ze hem gewoonweg niks anders binnenkrijgen als alleen brood. Gewoon simpel, een sneebrood. Dat. Jordi heeft 3 boterhammen erin zitten. Er zijn er maar 2 die hem zo gek krijgen om bij wijze van spreken een beetje out of the box te denken. En dat zijn toch wel Niels en ik. Niels toch wel meer als ik. Daar ben ik ook heel eerlijk in. Die pakt wat meer door wat dat betreft. En dat heeft hij heel vaak wel nodig. Ik heb daar vaak het geduld niet voor. Omdat ik nog 2 andere pokkenkinderen heb rondrennen. Die mij daar de rust niet voor geven. Want als ik al iets met Jordi doe, dan is het mama. Dus dat. Maar in principe, als Niels thuis is, dan krijgt hij de meest... Serieus? Jullie te scheet, hè? Mm-hmm. Die hoor je denk ik op de vlog, hoor. Als jullie hem hebben gehoord, dat was Niels. Ja, je moet even rug laten. Het is heel gezond natuurlijk, hè? Heel gezond. Maar goed, de enige die hem zo gek krijgen om van alles door elkaar te eten, dat zijn Niels en ik toch wel. En voornamelijk Niels. Dus dat. En dan ga ik verder met de broodtrommel van Liam en Sam. En dit is de broodtrommel van Liam. 2 tosti's. Een kaasje, een mesje om mee te smeren op de tuk-tuks. Eitje, een paar cashewnootjes. En een wortel, of een komkommetje. Liam, die is op dit moment echt een mega slechte eter. Ik ga even op de pindakaas zetten.
Die is echt op dit moment een hele slechte eter. Hij eet echt zo slecht. Dat je je eigen auto afvraagt hoe en wat. Gaat wel goed met je jongen. Maar goed, hij is dus een slechte eter. En daar zijn we mee bezig om te kijken hoe en wat. Nou is er van de week, had ik het erover met de juf. Van goh, hoe kunnen we dit verbeteren? En toen zei ze ook van, ja, wat lust hij dan wel? Ik zeg, ja, hij vindt het bijvoorbeeld hartstikke lekker om tosties te eten. Of geroosterde boterham met kaas. En toen zei ze, ja, maar dat kunnen we hier gewoon maken als jij tosties meegeeft. Dus, zeg maar, brood voor tosties te maken. Dus dat doe ik. En hij, van de week heeft hij voor het eerst sinds een hele erg lange tijd zijn brood weer op. En nog wat dingetjes met kaas. Dus ja, voor Liam is het momenteel gewoon eventjes roeien met de riemen die we hebben en wat we weten. Dus dat, dan ga ik voor Sam verder. En dan is dit Sam. Hier zitten krentjes in, boterhammetjes. Gewoon lekker, simpel. Sam lust eigenlijk alles wel, maar ik vind het leuk om af te wisselen, dus vandaar. Maar goed. Inmiddels is Niels in slaap gevallen, want hij vond mij te saai. Maar ik ga wel deze ups en downs nu afsluiten. Morgen gaan ze in hun oeterdonkkledij naar school, want het is hier carnaval. En ja, dat. Dus bij deze, bedankt voor het kijken en tot de volgende.